staat hier u de wind. Door de zonne valt het faam. Ik kom eraan. Je moest, in een disc van dat ding staan, ja. Oh ja. Kom eraan. Moeten we even naar. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja. Halen, ja. Onze Vrijse cameraman. Ja, moest die man draaien om naar Oh ja, dat zien we niet. Ja. Ik zal even naar. M-Swine. Ja. Wie ben eens gewoon, Joyce? Ja. Ik ben al rechtstreeks apart gewoon. Ja. Is een plan. Ja, want hier is een tweelingveulen geboren. En ik heb er geen verstand van, maar er is mij verteld dat dat uniek is. Ja, dat heb ik ook niet, ja. Het is sowieso mooi, denk ik. Ja. Dus, toch? Ik denk even achter deze wichtertjes aan, maar. Dat komt echt goed. Ja. Ik heb begrepen dat hier een tweeling veulens ben. Ja. Is dat zo? Ja. Is dat mooi? Ja, maar er is één overleden. Oh, dat mooi snijd. Oh. Hij had een gebroken been. Oei. Dat geeft toch wel een wending, zeg maar. Wie denkt, wie gewoon helemaal op kroonvisite en bieden tweeling veulentjes? Ja, 20 euro. Nee, best. Nee, we huurden het net, joh. We hadden wel gehoord dat ze geboren waren, maar... Hal zeldzaam. Ja, maar jammer. Jullie hebben er wel foto's van toch, hè? Ja, zeker. Heb je King? Heel lief. Oh nee. Met een kopje eroverheen. Oh nee. Ja, mooi. Ik ben er echt met jongen in druk. Ja, dat is het ook. Het is echt, 's morgens om 6 uur ging het alarm af van de geboortedingen, zeg maar. Ja. En 2 minuten later stond de beheerder beneden. En toen waren ze allebei geboren. Oh. Dus dat is, dat is heel bijzonder. Dus dat is, En wanneer kwam je erachter dat het niet goed zat? Nou, 's morgens was de dierenarts geweest en toen leek het goed. Want een tweeling is natuurlijk heel spannend. Omdat je denkt van, ja, weet je, dat is eigenlijk niet hoe het moet. En toen heeft ze gekeurd. Dus hij zei, nou, voor nu ben ik positief. 'S middags, toen zei de beheerder, zo van, nou, hij staat niet goed op het beentje. Uiteindelijk hebben we een foto gemaakt. En toen bleek het gebroken. Nou, bij een paard en een gebroken been, dat gaat gewoon niet. Dus toen moesten we heel zuur toch het besluit nemen om, om te laten inslapen. En dat is extra zuur, want je denkt van ze wordt afgestoten of er is niet genoeg melk of ze is te kwetsbaar. Weet je, dat zijn... Alles is goed. Behalve, ja, precies. Behalve het pootje. Behalve het pootje, ja. En waarom? Ja, geen idee. Misschien dat het bij de bevalling gevallen is. En we weten het niet. Wie denkt, wie begint een vrolijk met expeditie vandaag? Ja, helaas. Nou, er is nog eentje. En het is ook wel heel fijn, want je hebt natuurlijk nu ook wel gewoon een meer kans voor het hengstveulentje. Die kan nu... Je mag toch weer positief zijn. Maar we gaan wel een keer. Ja, we gaan wel even kijken. Okay. Ja. Daar gaan we van, hè? Ja, die kan ook. Ik kan, oh. Nou, we hebben de plooitjes even, toch nog even van het vultje, zeg maar. Maar zo nog een vrooltje bij, hè? Ja, we hebben, ik denk in oktober hebben we dit peert hebben gekocht. Jullie wisten allemaal nooit dat het drachtig was, hè? Nee, ja, we wisten absoluut nooit dat het drachtig was. Ja, en die verkoper die had het ook nooit kunnen worden. Die had het ook nooit kunnen zijn. Dus zo lang stuiden die er al. Dus, ja. Op een gegeven moment begon een beetje te denken, nou. En we moeten wel maar afwachten wat voor een peer dat wordt natuurlijk. Want het is maar, het waarschijnlijk wel de racepeer. Maar waarschijnlijk wordt geen idee wat het wordt. Wist ik vanzelf. Ja, geniet ervan. Ja, dankjewel. Je weet niet wie de vader is. Nee. Nou, wie toch op zo'n manege bent, Sotra Meugen. Dan zie je die wichtertjes even van die steveltjes aan, als die ponies en zo. En ik zal je hier verder al. Eemkie. Hey, gewoon Eemkie. Begrijp ik dit nog goed, dat dit pitje op een gegeven moment hier stond moet als dat geflekte pitje in de manege is? Ja, anders wordt die een beetje gek. Ben je zo gek met elkaar? Hè? Ik zou je nog in de rode echt kijken, zeg maar, richting dat pitje. Ja. Die ken nooit Sander Mokko? Nee, echt niet. En nou had je ze? Dit is? Rico en die bond is Donja. Dus Donja. Dus Donja is die een cameraatje? Ja. Donja, Donja. Rico is echt verliefd, hè? Ja, zeker. Ik ken absoluut niet zonder zijn Donja. Er staat alle dagen naast hem natuurlijk. En als we hem Donja wegholden, dan staat het de schoenbekken in de staal. Dat staat er niet zo, hè? We worden gewoon stond te kijken in de schouw. Ja, dat is klopt.
Zoals Jeanette staat in de bier en dan, nou, dan is dat prima. Ja hoor, zo. Had hij hem kieken, dan ja, dat is vaak is. Geniaal, ja. Dat is pure liefde, zeg. Ja. Hij wordt boos, hoor ik net. Een beetje Rico Verhoeven, hè? Ja, ja, ja. Ja. Nee, Rico Methoeven. Rico Methoeven. Ik schrok wel eerst even. Ja, verdrietig. Ja. 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 Maar in zoveel moordplooitjes. Ja, ja. Ruis. Komt daar weer goud. Ja. Het is een prachtig mooie dag. Duur de kleuren in die noem. Die naar stekelijke lach. Maar elke dag wel zo. Het is een prachtig. Wat gaan we doen? Nou ja, het is veel hoor. En er is eigenlijk een klein beetje traditie inmiddels. Koeien in de wei. En in dit geval ben we uitnodigd in Blijham, of vlak boven Blijham, zeg maar. En wie komen we hierna rieden? En alle, als je nou in de verte kijkt, ja. Dan heb ik het idee, ja. Dat allemaal auto's zijn en die allemaal koetjes kijken, net als wie. Als kijken, ja. Mooi, hè? Ja, zeker. Hoe is dat voor die als boer? Ja, dat is ook een moment waar je gewoon graag naar uitkijkt. En dat is toch iedere keer weer prachtig. Je kwam vanaf Belling, wel blij aan, zeg maar. Dit is Kanaan. Wie zei, is zo'n file? Wat is dit? Ja, leuk. Toen we een jaar of drie geleden zelf zuivel zijn gaan maken, toen zijn we ook mensen uitgenodigd. Dus, en dat wordt iedere keer drukker. Nou, we zijn pas een jaar of zeven geleden begonnen met weiden. Daarvoor hadden we... stil. Daarvoor hadden we nooit, kwamen ze nooit buiten, dus toen zijn we begonnen met weiden. Ik durf zeker te zeggen, hè, die koe vindt het fantastisch nu om naar buiten te rennen en alles. Dit is een feestdag voor die koe ook. Ja? Maar voor de rest, die koe heeft het in de stal ook hartstikke goed. Maar ik vind het een fantastisch gezicht en ik vind het geweldig om zelf zo buiten met die koeien bezig te zijn. Als ik eerder had geweten hoeveel lol ik in het weiden had, dan waren we misschien wel eerder begonnen. No milk today, my love is gone away. The bottle stands for love, a symbol of the dawn. Ziet een hoed, komt een oranje uit die koe? Ja, gek hè? Een bijzondere koe is dat. Heb je hem gehoord? Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Ja, het is een beetje een traditie, hè? Je wordt er helemaal vrolijk van, hè? Ja, ja. Mooi. Mooi, joh. En wat vond de jeugd ervan? Ik vond het best wel mooi om te zien. Ja. En wat vind je zo mooi dan? Dat ze zo blij zijn. Dat zag ik ook. Ja. Jij ook? Ja. Was je voor eerder op zoiets geweest? Nee, nog niet. Ja. Ik ben maar aan dat je volgend jaar weer gaat. Ja. Toch? Ja. Ja. Wat is hier te doen? Nou, hier zijn ze aan het wieldoppen schoonmaken. De jeugd van de voetbalvereniging, want ze willen graag naar München toe. Hem wie wieldop? In principe wel, dacht ik. Ik heb geen idee, zit de wieldop? Ja, hier zit de wieldop. Okay. Ja, hier bij de parkeerplaats. Ik zei al wat. Moet maar eens stomen, jongens. Nou. Oh, ze zijn al begonnen. Ja. Mooi, jongens. Mooi. Waar is het er dan hier? We zijn aan het auto's wassen. We gaan van onze voetbalvereniging Zurenzee gaan we op reis naar München. Ja. En met zoveel mogelijk heitjes voor een kwijtjes proberen we zeg maar, het geld wat daarvoor nodig is bij elkaar te krijgen. Dus we wassen zoveel mogelijk auto's. Ik had hier een lang wieldoppen was, maar het is een compleet auto, zeg maar. Nou ja, mensen die zeggen van kinderen hele auto ook. Ja, dat mag. We betalen ze wat meer. De wieldoppen zijn 2 euro en de hele bus of auto doen we voor een tientje. Ja. Wel, wat vinden jullie jongens? Wat vinden we? Mooi natuurlijk. Ja? Ja. Ja, en jullie gingen naar München, heb ik ja. Gehoord. Waar ga je door dan, een kerel? Voetballen, voetbaltoernooi. En dat is een soort internationaal toernooi? Ja, internationaal toernooi. Ik wil gewoon een wieldop, maar we hebben echt een wieldop nog, hè? Ja. Die Olle Wetsen. Ja, vind je het mooi bij jou? Ik vind het hartstikke mooi. Ja? Ja. En wanneer moet het wezen? Wanneer is die toernooi? 15 april tot 18 volgens mij. Oh, die moet er ook wel bij wezen. Ja. Maar nu zeker. Even opnieuw, Ja.
Nou, trainer, kan die jongen net zo gaan voetballen als ouders poetsen? Ja, nou, ik denk dat ze dit beter kunnen dan voetballen. Maar ja, nee, ze zijn hartstikke gauw. Ze zijn gauw bezig. Ze hebben, speelt in de eerste klasse. Dus in wie wonnen ze een ervaring geven. Hè? Een mooie ervaring geven om een internationaal jeugdtoernooi aan deel te nemen. Je komt naar München, wat neer van Hoes. Ik bedoel, 800 kilometer zo'n beetje van Hoes. Ja. Ten alle reis. Waarom moet dat toe geweest? Nou, er zijn er daar in Bünde. Maar dat was te dichtbij. We wonnen echt een ver voort, zeg maar. Ja. En in München, nee, natuurlijk bij München. Dus er is ook de Allianz Arena en daar kennen ze ook nog een rondleiding kriek me door in het stadion. Dus dat vinden die jongens natuurlijk ook prachtig. Ja, het is leuk dat ze dat maar doen, maar dit is ook voor de teamgeest. Is het ook hartstikke goud. En dus en zo gooi je met mijn koor zo om naar München te houden. Kun je nog pinnen? Wel gaat over de cent? Ja, 100 euro. Doe je zeker de grapjes van het spul? Ja, een beetje. Ja. 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 Kies kruisen, kies niks of een tientje? Een tientje, doe dat maar. Zegt u dit? Ja, een tientje. Nee, zegt u dit? Dankjewel meneer. Dankjewel meneer, heel erg bedankt. Fijne dag. Ja, ja, doe ook hè. Hij komt er wel. Hé hey, jongens, kom zo aan in München hè. Mooi. Heel wat jong. Zo'n mooi berichtje, man. Kom nog niet hoort, want we zijn met de trantjes aan lopen, we zijn aan het poetsen en aan het repareren en aan het kloormaken, zeg maar, voor het seizoen. En wie komen hier, ja, waar snij wel zucht, maar overal zitten mensen, overal heur wat geluiden in het touw staan. Mooi, wat een activiteit, kerel. Ja, het is hartstikke druk. We zijn hier alle zaterdagen bezig met voorbereiden van het seizoen en onderhoud en ook het bouwen van onze nieuwe spoorbaan. Maar ja, omdat we volgende week open gaan, is het nu extra druk. Dus er lopen nu 35 vrijwilligers rond die allemaal weten wat ze moeten doen. Althans, dat hopen we. Ik zou hier allemaal naar je rails. De lengte van jouw spoorweg die is vaak keer over de kop. Keer 4. Ja, eigenlijk keer 5. Het oude rondje was 485 meter, hebben we precies gemeten. Ja. Het nieuwe traject is 1600 meter. En het oude rondje ligt er ook nog steeds. Dus samen hebben we daar 2 kilometer te rijden. Ja, dus, mooi man. Ja. Ja, super. Mocht je met weer netjes? Ja, mijn best hebben, hè. Ja, het moet grijs worden, dus dat zal wel lukken, denk ik. Ben je nou aan het schuren, hè? Ik ben aan het schuren, ja. Ik heb eerst een keer geverfd en dan moet ik weer schuren. Waar is het toen met trantjes? Ja, mijn man, hè? Ja, oh, ja. Mijn man, ja, kent dat niet helpen, ja. Ja, die is er allemaal gek van, die bouwt dus al stoomlocomotieven, die grote jongens. Ja, ja. En ja, die is hier... Oudzuchter bij YouTube's doet, hè? Al netjes. Al netjes. Wat trouwens? Ja, werkplaats. Ja. Nee, werkplaats, en daar werkt hij dus. Dus soms nooit eten, zeg maar, dan zucht hem maar weer. Overdag ook niet. Oh, nee? Vooral weg in de werkplaats? Ja, wel veel. Maar dat moet ook. En de grote jongen die moet nog een keer af. En dit ben de echte kerel. Goedendag jongens. Heb je trouwens posten? Ja. Ja, op zich wel. Hoe kom je? Ben je nou echt een vrijwilliger zo? Ja, ja, ik ben hier nu wel vrijwillig aan het schoonmaken, ja. Hoe komt dat zo mee? Nou, ik vond het gewoon leuk om te doen eigenlijk. Gewoon om hier te gaan werken, zeg maar, vrijwillig. Ja. En doe dit mee? Ik was op Facebook aan het kijken en toen... kwam ik opeens dat Nienoord zoekt vrijwilligers. En ik had me gelijk aangemeld. Ja. En nu ben ik hier conducteur. En ik, ben je ook al conducteur? Ja. 2 april, ik weet niet precies wanneer ik in dienst ga, maar dan moet ik conducteur kaartje knippen. En is het ook een soort opleiding of zo? Wat brood is die in bio, dat mag? Ja, één keer. Dan ga je met een andere conducteur mee even. En dan... moet je even kijken hoe hun het doen en dan moet jij het ook een keer doen en dan mag je gewoon gaan. Je hebt er echt zin in, hè? Ja. Ik heb ook al de kleren en zo, dus. Hey, Bert? Ja. En ook knip tangetje? Ja, die moeten we bij de hoofdstoommachinist dan halen. Je was er zin in? Ja. Ja. En doe die ook eens op functie? Wat was dat? Ik heb leerling motor. Dat betekent dat ik
ook op het treintje gaan rijden en ook conducteur gaan zijn. Was toen machinist? Ja, oh, eigenlijk wel, ja. Op het kleine treintje. Volgende, jongens. Mooi man. NK voor Spezie? Ja, nou ja, dit is een kwestie aardewerk is paardenwerk, hè? Ja, en hebben ze jullie bel? Ja, ja. Ben jullie nou de spoorwerkers? Ja, wij vallen aan de perronrail, hè? Nu. Ja, is er nou ook zo'n vrijwilliger dat je zeg maar, al 100 jaar loopt? Nou, 100 jaar maak ik nog niet vol, maar ik loop al heel wat jaartjes mee. Ja, dat is waar. Ja. Wat gebeurt hier nou precies? Ik zag hier rechte contouren van het station. Ja, dit wordt een station, ja. Meulenhorn heb ik begrepen. Ja. Dus, nou, en wij zijn nu bezig om lantaarntjes, de voeten in ieder geval voor de lantaarns. Fundamenten voor de lantaarns. Ja, dat klopt, maar nu wordt het wat. Ja, 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 nou, ja. Wij willen ook wel graag gaan rijden hier. Ja, wij hebben locomotieven. Oh, zelf locomotieven? Ja, zeker. Ja, we stoomlocomotieven. Veel op deze rails? Ja, ja. Ik heb er een kleiner model, 5 duim. En mijn collega die heeft 7 1/4. Dat is weer een slag groter. Ja, er worden 2 nieuwe locomotieven in Zwitserland gebouwd voor Nienoord. Van het type 3737. En dat was een heel fraai type locomotief voor de Nederlandse spoorwegen. Dat is een 4-cilinder. 4-cilinder locomotief. Normaal heb je 2 cilinders, maar dat is een 4-cilinder. Jongens, het is helemaal prima. Zullen eerst even naar die spoorweg komen? Ja. En dan praten we hem verder over die traantjes. Ja, ja, dat is goed. Nou, specie erin. Mag ruim, hè? Nou precies? Ik zag het niet weten. Niemandsland. Ja, ja, ja. Ik heb wel een idee, maar moest even kijken aan de andere kant of het goud komt? Ik zal even kijken, ja. Ja, ik moest daar starten in een einde en in een ploosnoom, zeg maar. Nou? Visvliet! Visvliet! Doe maar verwijzen. Ja, gelukkig. Door even een tip aan, hè? Ja. Ja. En door ben ze namelijk bezig met van alles en nog wat. Een speciale boten en ze hebben ook een sterrenbeelden. Ja. Gevalletje. Nou, we gaan het wel zien. Ah, Visvliet is altijd goud. Oh, die daar zijn ze bezig, kijk. Ja, oh. 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 Goeiedag. Goeiedag. Wat is dit, joh? Dit is de sterrenbeeldende vaas. Dit is van de droomtocht, of een onderdeel van de droomtocht. Uh-huh. Weer een stukje van de droomtocht, laat ik het zo maar zeggen. Ja, moest hij mis nemen droomtocht, moest mis nemen help. Ja, het is een tocht door het dorp heen. Met allerlei objecten die een beetje te maken hebben met IJsinga. Ja. En de planeten en sterrenbeelden, alles wat erbij hoort. Dus ze is ter Scorpioen, ze is ter Tweeling, ze is ter Steenbok. In alle Alle sterrenbeelden zitten erin. Ik kom er ook lampjes in? Ja, zitten lampjes in. Zitten er lampjes in? Ja, de bekabeling ligt daar op de grond. Oh, die. We hebben hem al in Maasloten. Ja. Theo, die, dat is een van mijn van de bestuursleden. Ik gewoon het Theo. Mooi Theo. Hoi. Dan moet je er wel eens van, kerel. Ja, ja, nou. Ja. Ja, je moet er maar opkomen, hè. Ja. Ja. Volgens ze. Ja, ja. Zeker een kunstenaar hebben door. Hè? Ja, vaak best in al mijn kunstrijk, hè, hier. Is dat zo? Ja, zeker. Ja, klaar een beetje, hè. Ja. Mooi, ja. Dit was eerst een boze tulp van, maar dit is het uiteindelijk van. Het is mislukt, zeg maar. Nee. Ja, zeker niet mislukt. Zeker niet mislukt, nee. Hey. Hey. En wat wil je ermee bereiken? Wat IJsinga hier uiteindelijk bestaan heeft, hè, dat hier leeft. En wat ik ook begrepen heb, jullie hebben een nieuw bordje. Ja. Hoe is het bordje? Bij de Friese brug staat die. Nou, gaan we door. Dan gaan we door. Ja, even kijken, die bordje toch? Heb je een bordje? Ja, vooruit met een bordje. We zijn onderweg richting ons bordje, maar voor mij zijn dit 2 viskermannen. Ja. Ja? Maar helemaal van jongens. Wij hebben een molle, een soort van molleval. Ja, molleklem. Molleklem. Ja. En wij hebben een
En dat zat in deze pan. Oh ja, er zit oh, die zijn in die panen. Ja. Dus, ja, maar niet vissen. Ja. Mooi, maar ik hoor dat je geen bommen vangt, jongens. Hè? Ja. En dan moet je vingers in orde houden, hè? Ik had hier ook wel een keer kogels gevangen en zo. Dus we gingen daar weer kijken als we kogels gingen vangen. Maar jammer genoeg hadden we geen kogels gevangen. Ja. En wel voorzichtig vind je, jongens, hè? Ja, zeker. Yo, hey Malu. Ja, doei. Doe best de man achter het dakje. Een dakje, het is meer een dakje, hè? Het is niet alleen een dakje, het is een bankje. En toen wil je er een kapstok op hebben, want hier wordt dan proberen zwommen en dan kunnen ze kleren en zwemkleding aan de kapstok hangen. En dat bankje kunnen ze de zak weer aantrekken. Zo zie ik dat dan maar. Ja, verder weet ik het ook niet. En die instructie kreeg toen? En die instructie kreeg ik. Maar goed. Ja, we kunnen kijken. Ja, kijken. Nou jongens, wat mij betreft, kent klaartje erop. Ja, ho, nee, helaas jongen, dat waren we niet, want we hebben om 5 uur de onthulling. Even onder embargo. Dan wordt het puur onder embargo, maar dan trekken wij ons terug en laten we iemand anders laten we dat doen. Probeer je nou serieus over een badje? Ja, we praten serieus over een badje. Ja, ik kan het ook niet anders maken. Het is een serieus badje. Ja, het is een serieus badje. Ja. Dan moesten dames het bedoelen laten. Ja, nou, ik dames. Stel voor, die hebben hier 2 dames. Gaan wij dan kan die trekken doekje erin maken. Ja. Dan hebben wij die dan. Ja, dan hebben we hun de schuld gegeven. Nee, ook zo. Nou, vooruit. Oh, nou moesten ze kijken. Alles wat je hier met mogen kennen in Visvliet staat erop. Ja. Ik wil er nog meer. Nou, wat wil je nog meer? Mocht je in de buurt van Visvliet komen, moet je zeker in kijken. Het is maar uit de weer, zeg maar, over planeten en van alles en nog wat. En wat ons betreft, bedankt voor het kijken. En wat ons ook betreft, leuk met het gewoon weer. Jo, hoi ja. Hoi.